kijk, heel veel mensen uit de Wouden en de omgeving, die hadden zeggen ze van, nou, je gaat toch geen geld steken in die haven? Omdat, ja, dat heeft nog nooit iemand gedaan. En je ziet nu toch eigenlijk door je eigen handen en je eigen kracht en je eigen middelen, dat je dan toch zo'n haventje toch weer, nou ja, een beetje terugkrijgt. En mensen krijgen ook wat voor hun geld. En ze hebben een wifi-puntje, een stroompuntje en toch allemaal wel een beetje hetzelfde houden zoals het uit was. Ik denk dat het wel heel belangrijk is ook. Ik vind het eigenlijk allemaal hartstikke leuk. En mensen zijn allemaal hartstikke leuk. Ik krijg allemaal heel veel positieve feedback allemaal van mensen. En dus dat is toch te gek, vind ik. En je ziet met niet al te veel middelen kan je dan toch zo'n haven toch wel weer... Het is ook zonde als zoiets verpaupert. Zeilboot. Nou, ik denk, dat er vanavond ook nog wel een paar kunnen komen hoor. Dat ligt vanavond denk ik echt nog vol. Deze laatste plekjes. Straks onze lemster weer hier in het water. Oh. Thank you. Maakt niet uit, ik kan ook pinnen, maakt niet uit. Oh, daar gaat hij pinnen. Ik ben ook helemaal high-tech, je moet even over. Kijk. Ja, nou, ik ben eerlijk gezegd, mijn vrouw was altijd meer van het pinnen, maar bij mij werkte, ik deed altijd iets heel doms. Maar je deed niet dom? Ja, nee, ik deed het niet. Nee, het werkt gewoon nooit. Hoe lang was je boot? 88. Ach ja, doe het gewoon, toch? Doe even.
Techniek staat voor niks. Betaling goedgekeurd. Ja, helemaal goed. Hartstikke goed. Nou, super. Ja. Nou, hele fijne avond, hè? Fijne avond. Er zijn ook nog voor douches, hè? Als je wil. Ja, douches, en toiletten en dergelijke. Whatever. We hebben het toilet aan boord. Hoe mooi is het? Ja. Nou, veel plezier, hè? Hoi, hoi. 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 Ja, ja, en de vuilnisbakken staan achter de bordjes. Net aan het eind van die pad gaan de vuilnisbakken weer. Okay. Ja? Hartstikke mooi. Super. Fijne avond. U ook. Dag. Goedenavond. Goedenavond. Nee, dat is nou niet meer. Waarom niet? Hartstikke gezellig. Hey, hartstikke gezellig. Even lekker. Even ouwe hoeren. Ja, daarom. Hoe lang ben je? 10 meter zeker? Was het maar waar. Hij is niet. Korter. Hij is korter? Ja. 8,50 meter is hij maar. 8,50 meter met een klein bootje? Nee hoor. Dat is prima. 8 euro. Man. Dat is goed. Dat denk ik net van mijn moeder gehad. Dus, Hey, is mooi vers. Ja, daarom. Plak ons. Dankjewel. Kijk. 10. Hey, super, hè? Mooi, hè? Dankjewel. Fijne avond. Hoi. Hoi. Alles lekker? Ja, ook gaat lekker. Wat hè? Heerlijk, toch? Hoe lang was je pas? We zouden net terug nu en ik denk, ja. Hey. Dit zijn de zwoele zomeravonden. Ik ben sinds 1 augustus met pensioen. Hey, enjoy, toch? Ja, dat weet ik niet. Ik moet er nog aan wennen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar zolang je maar genoeg dingen onder handen blijft houden, dan is het goed. Ja. Niet gaan stilzitten, gewoon actie in de tent. Ja, gewoon als je het zat bent, dan toch stoppen, toch? Nou, veel plezier en geluk. Fijne avond. Bedankt. Dag. Watersportliefhebbers doen het online op boodschappen.nl. Alles voor in, op of om de boot, online besteld of in onze winkel in Alkmaar. You name it, boodschappen.nl heeft het. Dit kan, hoop ik. Ja hoor. Potje. Niet normaal, hè? Ja, techniek. Het is echt, het wordt al gekker hier. Goed modern, hè? Het is high-tech. Okay. En stroompuntjes overal. En ja, die komen we nog, hè? Dat is fase 2. Nou, waar ik 2 jaar geleden die kant. Ja. Dat lijkt niet of je 2 kanten hebt, maar. Nee, 1. Die bij één kant. Ja, maar ik heb splitters erbij, hè? Oh, daarom heb ik dit jaar nog geen enkele stopper door op de hele haven 0. Oh, omdat het 16 ampère is, dus als je lager gaat zitten, 1 waterkokertje vaak. Of 2, dan heb je eigenlijk gedonder. Hoe lang is je boot? 88. Staat erop. Oh, ja. Ik heb een mandje. Oh, ik heb hem al op 8 zitten. Dus, ja. Je bent te snel af. Ik hoorde hem, maar dan zeg ik moet wel lachen. Die is ook 88 van deze. Ja. Nee, toch? Gaat hij wat doen? Ja, gaat wat doen, denk ik. Wat gaan we doen? Nou, rust, hè. Genieten van het zonnetje van het weekend. Hij pakt die wifi signaal wel heel slecht. Apart dat hij die nog pakt. We hebben toch een tientje lien hier? Zo. Kijk. Hij pakt hem hoor. Ja? Hij heeft al een piepje gegeven toch? Ja. Nou, voldaan. Helemaal mooi. Nou, voor elkaar toch? Dat is zo'n avond. Dat loopt allemaal gesmeerd. Dit doe je elke avond? Nou, je meestal wel of mijn vrouw of Marcel, die werkt bij mij. En, we waren een keer een vriendin van mij. Ja. Zo'n Q-code, weet je wel, kun je zelf. Ja, dat is ook zo. Dat kunnen we ook wel gaan doen hoor. Maar we hebben voor nu, we krijgen straks een havenkantoortje en dan zien we dan dingen veranderen. Maar nu doen we het, we doen het al 5 jaar zo. Ik hoor die andere man, de oude, we waren een keer op maandag, hij was ons vergeten. Zondag 2 geleden alleen maar geregeld. Ja, ja. En die zijn er, een restaurantje daar ook? Ja, ja, bij het Grasveldje. Ja. Dat is de bedoeling? Ja, ja. De gemeente ja. Werkt er dan mee? Ja, volledig ja. We zitten nu in de bestemmingsplanwijziging, zitten we in de procedure, dus ik denk nog 4 weken.
En dan gaan we in de fase verder. Dus ik hoop volgend jaar dat we daar wat aan het bouwen zijn. Al dat over 2 jaar zijn. En al over 2 jaar, dat maakt me niet uit. Dat hangt ook een beetje van corona af. Hè. Er is ook heel veel dingen veranderd natuurlijk. Ja, dan zorgen we een goede kok erin. Dan een goede kok. Ja, dat is maar goed belangrijk. Ja, er komt een stollenboerderijtje. Dat is voor mij een topplekje zo voor het gat, zo naar het meer toe. Ja, ik kwam hier al 5 jaar geleden al hier. Ja, heel veel. Dat was, dat was nog voordat dit haventje er kwam. Toen mocht het vuurtje stoken, alles. Ja. Toen ja, die havenmeester kwam, weet je ook, en die kale man met die... Nee, maar die ken ik niet, joh. Nou, toen mochten we niks meer. Ja, nou, maar wij proberen wel zoveel mogelijk, hoor, dat we zeg maar wat kunnen doen, hoor. Toen moesten betalen natuurlijk, gingen heel veel mensen onder de brug liggen daar. Ah, oh, ja, maar dat is niet meer zo, hoor. Nee, maar dat is chance. Ja, zo. Hey, goedenavond. Hoi. Hoi. Ik ben het. Nee, hoor, maar dat is niet meer aan de hand. Dus dat is allemaal nu... Vergrijst ook een beetje. Ja, nou, ik vind ook wel heel veel jongeren ook wel weer in boot, hoor. Nu. Jawel, maar goed, dat is de oude nieuwe generatie. Maar als je 4 paar jaar geleden in Friesland, dan zie je alleen maar geen oude bootjes. Ja, ja, ja. Nee, maar het is nu wel... Ik heb wel... Het is denk ik wel goed wat jeugd meer opnieuw op kruisertjes te zien en zo, jongere mensen. Nou ja, dat moet ook, hè? Vroeger hadden we geen stroom nodig. Nee. En nou wel over 2 dagen. Ja, 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 ja. Nou ja, ik denk volgend jaar gaan we de dijk hier aanpakken. Dat het daarvoor alvast de kabels erin leggen. Dijk, ja, al die dijken moeten verzwaard worden. Ja, het is allemaal een beetje polder omdat je die dijk hier achter ligt. Maar ja, het schijnt allemaal wettelijk dat het allemaal volgens een bepaalde norm gaat, wel 20 centimeter of zo. Ja. We zullen het zien, maar... We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. We hebben al genoten van je stankbak. Dus... Niet normaal, hè? Ja. Heb veel plezier. Jullie ook, hè? Doeg. Hoe lang bent u in je boot? 70. 70? Om 8 euro dan. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dat kan, ja. Zeker. Ja, heb ik ook. Ja, heb ik ook. Ja, ik ben met alles uitgerust. Niet te geloven. Mijn vrouw was de pinkvrouw en ik was de contantvrouw, maar ik ben nu ook beide, dus... Het werkt zo maar. Hé, hey, super bedankt, hè. Ja, okay. Yo, fijne avond. Het begint vervelend te worden, zegt u. Wat betaalt u altijd? Ik moet 11 euro moet betalen. Ja, nou, mooi. Ik ga maar 8 euro. Nou, hoe mooi is dat? Okay. Waar is dit nou van? Nou. Ja, nee. Jij. Ik? Ja. Oh, ik ben de eigenaar van de haven. Oh, ja, nee, dat weet ik niet. Ja. Je gaf me 20, hè? Ja. 8 euro. Oh ja, sorry. Oh, jij bent een eigenaar. Ja, 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 ja. Dus we hebben geen privé, het is geen een vereniging of zo. Het is een, ja, we zijn eigenaar en deel hebben in een erfpacht. Dus, ja, havenmeester. Ja, ja, maar ik ben beide, havenmeester, eigenaar, partner. Okay. Alles. Lekker toch? Hartstikke lekker. En straks hier een restaurantje voor de deur. Open volgend jaar beginnen we te bouwen. Ja. Mooi boerderijtje. Kan lekker eten, biertje drinken. Hé, hey, kijk eens. Fantastisch. Nou, ik garandeer het niet 100%, maar het zou volgend jaar zomaar kunnen. Ben je gek? Misschien is het dan wel niet eens meer nodig. Nee. Ik zie hem al staan. Dus dat bosje gaat nog weg, komen wat parkeergelegenheid. Ja, en eigenlijk komt de dasdeuren van de stolp. Komt eigenlijk recht in het hart van de vaartuig. Ja, als je hier s'avonds met een Texelse skunkop op het terras zit. Ik denk dat het niet zo erg is allemaal. De muziek hebben we al. Ja. Dit zijn passanten, die gaan er straks weer weg. Dus, sommige mensen zeggen dan wel eens van oké, je moet dan ook daggeld gaan heffen voor mensen die hier liggen, maar ik vind het wel, ik vind het allemaal wel prima eigenlijk, toch? Ze kan voor het lichtgeld, mits mogelijk natuurlijk. Ja, ik kan wel zeggen, ja, maar dat gaan we even niet doen. Dat kan natuurlijk. Dat gaan we gewoon doen. Nou, gelukkig maar. Hoeveel vraag je van? Hoe lang bent u? 66. 66? Jeetje. Ja, geef me 6 euro, ik vind het goed. Oké. Ja? Ja.
alsjeblieft. Hartstikke goed. Dank je wel. Een fijne avond. Goeie avond. Ik maak u toch niet wakker, hè, hoop ik. Oh, gelukkig maar. Kom bij je, man. Ja, heel goed. Hey, lekker even chillen. Hoe lekker is dat? Nou, heerlijk. Krijg je wel met hoofdpijn? Ja, dat is zeker hoofdpijn. Hoe lang was u, boot? 7 meter. Ach, geef 7 euro is goed. Oké. Jij 2 euro in? Wacht even. Heb je alvast 2? Ja, voor hem maar in. Alsjeblieft. Ja. En ik heb 5. Hey, super. Alsjeblieft, man. Hele fijne avond, hè? Hetzelfde. Yo, merci. Dat mag hoor. Gelukkig een stroompier zie ik. Nou, top. Boot is 10 meter denk ik, hè? Heel goed. Niet normaal. Kijk. 12 euro krijgen. Top. 20. Kijk. En bedankt. U ook, hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. En een hele fijne avond, hè? Yo, merci. U wordt al betaald, hè? Ja. Ik had al gehoord hoor, ik hoop. Helemaal goed. Ja, ik weet het niet. Hij zit er niet. Alles goed? Ja. Ik moet dadelijk even een steenplaatje onder, hè, voor mijn grassie. Ja, waar... non de ju. Dat is, dat dingetje is een staal, maar dat is toch een beetje even branden. Ja, maar dan gaan we wel een grasveldje naar zijn moeder. Maar dan kan je niet even daarop zitten. Ja, maar het is ook, dit hebben we gisteravond al. Dat is wel mooi. Ja, laat ik hem staan, heb ik maar één beschadiging, die is er al. Ja. En de volgende keer gaat het niet meer gebeuren. Moet ik non de ju streng mee wezen. Nou, geef hem maar een euro extra. Voor deze, hè? Ja, 8 meter en de 2. Oké, ja. Top. Gaat niet meer gebeuren, sorry. Maar nee, we proberen altijd mijn grasje altijd een beetje mooi te houden. En nu heb ik een plek tot volgend jaar. Ja, klopt. Maar dat baart wel dat plekje. We gaan hem helemaal. Met heel veel liefde. Voor graszaadjes en. Je mag ook een mooi plantje planten. Even. Ja, maar je hebt hem wel geplant. Leuk toch? Huh? Even volgen daar met z'n vierwiel tractor. Dan racht ik er even overheen. Ja, maar dat wou ik niet zeggen. Maar gaat om het idee, hè? Gaat om het idee. Dat wou ik niet zeggen. Deze ben je al bij mevrouw geweest, dat ding? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. We zijn helemaal, we kunnen maar elkaar helemaal recht aankijken. Tjonge jongen. Ja. Ja, ik denk de tjonge jongen, was de tjonge jongen? Ja, dat komt ze aanlopen, toch? Of niet? Niet. Nee, dat is niemand anders. Nee, dat is niet genoeg. En voor mij was het helemaal goed. Wat mee, hè, dan? Top. Ja, omdat ik er even achter jou heen in natuurlijk. Ja. Nee, hoor, het is goed, joh. Hartstikke mooi. Zo. Hey, je bent te laat, anders heb ik een straatset die van je kunnen lenen voor stroom. Oh, ja. Ik heb een splittertje. Ja, een beetje, ja. Nou ja. Hij hoeft naar de meer, maar dan gaan we toch weer weg. Oké. Prima. Ja, maar als je gewoon een rondje had gelopen, je zo'n split. Je bent 8 en stroom. Ja, stroom de helft, doe maar de helft. Ja, oké. Ik heb dit hier niet al gevraagd. Ik moet er even 20 hebben liggen, sowieso. Oké. Die hebben ze nodig. Oké. Als je het redt nog voor vanavond? Dan? Ja, ik heb hem nou niet meer nodig. We hebben al gekookt en gegeten. Nou, super. Hey, lekker hè, dankjewel. Hele fijne avond. En hou hem in bedwang hè, dat fikkie. Ja, dat gaat goed om. Wel, hij had hem neergezet hoor. Oh, hij? Ja. Hij weer? Hoe lang was u? 10 meter en stroopje zag ik. Ja. Nou, top. Zo zijn we schoon. Super, fijne avond. Goeie avond. Hallo, alles goed? Jazeker, we klagen niet. Nee, toch? Toch fantastisch. Nou, super. Hartstikke bedankt, hè. Fijne avond. Merci. Yo, merci. Oké, nou, dat was hem. Even kijken.